Met Linde. Hallo Linde, goedemorgen. Je spreekt met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten van NPO Radio 2. Hallo. Hallo Linde. Goedemorgen. Goedemorgen. Bellen we je een beetje wakker? Ja, nou ja, ik zat al beneden, want ik kon toch niet slapen. Ga even zitten, Linde. Er zitten een aantal mensen in het complot. Eén staat er nu bij jou voor de deur, dat is Colin, die ken je wel. Colin gaat jou zo meteen ontvoeren. We hebben ook nog een berichtje van Sophie voor jou. Oh, Sophie. Wat een pech. Borstkanker. Als een donderslag bij een heldere hemel. Je man Rob en je dochters Lieve en Vee zijn een grote steun voor je. Vorig jaar augustus zijn jullie getrouwd. En wat was het een fantastisch feest. Toen waren we er met ons allebei. En ook nu zijn wij er met ons allen voor jou. Lieve Linde, we houden van je. En we hopen dat je samen met je gezin voluit geniet vandaag. Heel veel liefs namens de hele vriendengroep. Hey Linde. Ja, ik ben er nog hoor. Sorry. Ja, ik begrijp het. Hè. Zoveel liefde nu al. En dan moet de verrassing eigenlijk nog komen. Want je hebt nog steeds geen flauw idee wat we voor je in petto hebben. In het schitterende licht van deze 1 septemberzon wordt dat podium van NPO Radio 2 duidelijk zichtbaar. En daar gaat zometeen Direct optreden. Oh, en die gaan cool. Dat speciaal voor jou doen. Jij krijgt zometeen hier bij ons een privéconcertje. Oh, wat lief. Wat lief. Oh, knuppelkool. Zien we je zometeen hier in Deventer? Oh, ja. Oké. Ja, vertrouw Colin maar. Het is goed, volk. Oké. Tot zo. Tot zo. Doei. Linde uit Hengelo is hier. Tenminste, Colin, een goede vriend van haar, heeft haar bij ons aangemeld. Omdat Linde een best wel heftige periode achter de rug heeft. Er eigenlijk nog een beetje in zit ook. En wel wat afleiding kan gebruiken wat dat betreft. En ze zit hier heel ontspannen voor het busje van Sielke met een bak thee in de handen. Gaat het goed, Linde? Ja, jawel. Heb je het leuk? Ja. En ik heb nog een boodschap voor je voordat we naar Direct gaan. Van een van de mensen die in het complot zitten. Die dit voor jou hebben geregeld. Aafke. Hoi Linde, Aafke hier. Ik heb jou leren kennen als een hele sterke vrouw. Die allemaal leuke dingen deed. Die volop in het leven stond. Maar door ziektes en alles moest je heel veel dingen afzeggen. Heb je heel veel dingen meegemaakt. Je was net weer een beetje aan het opkrabbelen. Er kwam eens klap op de vuurpijl. Kwam ook nog weer die stomme kanker erbij. En dat vind ik eigenlijk heel naar voor je. Heel vervelend. Want je verdient dat helemaal niet. Staat altijd klaar voor iedereen. Dus nu willen wij gewoon een keer voor jou klaarstaan. En hebben we wat leuks voor jou geregeld. Ja, mooi. Hè? Nou, niemand verdient dit. En jij zeker niet, Linde. Je hebt mooie mensen om je heen. En hopelijk gaat dit concertje ook kracht geven. Een mooi gesproken. Jeroen. Dames en heren, live vanuit Deventer. En heel Nederland te horen. En hier ook Direct.
jongens. Wat mooi, hè? Direct. Een toeterapplaus en meer dan verdiend, hè? Ja, en Linde en alle vrienden en familie hier voor het campertje van Sielke mee te kijken met de mond open. Hoe vond je het? Ja, mooi. Ja. Emotioneel. Ja, super. Goed zo. Maar het is nog niet gebeurd, hè? Nee, ze gaan er nog eentje doen. Wat gaan jullie nog spelen, Marcel? Nou, weet je, in deze tijden denk ik dat het heel erg fijn is om mensen die om je geven, mensen van wie je op aankunt, om je heen te hebben, om je te steunen, om je lief te hebben, om je hoofd en je hart te kunnen spreken en dat het gewoon maar even rustig mag worden in je hoofd. En ik denk dat je dat gevoel kan bereiken met lieve mensen en naaste mensen om je heen. Dus ik wens voor iedereen hier in de auto, maar vooral ook voor alle mensen die het zwaar hebben en voor lieve Linde. Ik word helemaal gestoord van, sorry hoor, maar... Ja. Is gewoon helemaal kut. Ja, dus geef me even een paar tellen. En dan doen we nog een liedje. Je bent niet de enige, lieve Marcel. Ja, en dit is wat die rotziekte met je doet en met mensen. En wat mooi gesproken, Marcel. En het is inderdaad zo waar. Want uiteindelijk weet je ook in dit soort rotsituaties dat het maar één ding draait. En dat is liefde. Ik wou net zeggen, vergeet ook niet de liefde te vieren. Hè? Want dat is ook wat mij heel erg raakt hier vanochtend. Dat Linde hier is met Colin, die haar natuurlijk heeft aangemeld bij ons. En dat je voelt dat ze als één man om haar heen staan eigenlijk. En hopen dat dat bijdraagt om haar en alle mensen die luisteren het herkennen. Door zo'n periode heen te kunnen slepen. Vrienden van Direct, zijn jullie er klaar voor? Marcel die loopt nog eventjes weg. Ik denk dat hij nog eventjes een slokje water wil nemen om eventjes de keel te smeren. Ja, Spike. Dat komt helemaal goed. Jongens, kunnen jullie hem vast inzetten? Lukt dat? Matteo een prachtig intro kan. Gaan we doen. Marcel komt het podium weer oplopen. Direct, speciaal voor Linde die verrast is met dit mooie concert en voor ons allemaal. With a little help. Two.
just make you dizzy. Jump off the freight train. Who cares? It's Monday. Don't get worked up. The world never stops trying to keep you busy. Anyone could tell me I'm a nobody, but I know nobody is perfect. Whoa, whoa, whoa. With a little bit of help, ooh, in time it will be more than fine. With a little bit of help, in time it will be Radio 2.